Oh, wie is die chick daar aan de muur? Het is mijn overleden. I know, sorry man, beste poeder, sorry. Excuses. Naar achter. Woejoe! Dat is een pakken. Hey! Hey. Gaan. Dat is die toch, dat is hij toch? Bandje. Ah, wat een dag weer, hè. En altijd weer lekker beginnen met een eentje goede Marlboro sigaretje. Wat nicotine, naar de stad kijken, naar Amersfoort. Jongen, laatste tijd ook weer veel meegemaakt, man. En het stopt ook niet, we hebben niet één keer gewoon even rust dat we gewoon even op vakantie kunnen gaan naar Thailand of zo. Jongen. Geen stress, geen genoen, niks aan de hand. Hoeven nergens zorgen over te maken, alleen te kunnen genieten. Oh mijn god. Hallo? Ik ga hem bellen, weet je wat? Ik bel hem. Zijn verbinding is gewoon slecht. Hij heeft Libara of zo, man. Hallo? Hallo? Ik heb je Libara of zo dat je internet zo slecht is. Ik hoorde jou ook niet. Ik sta wel op de pier, dus zou kunnen. Oh, daarom. Ik denk dat die internetverbinding is zo slecht. En ik zie zo'n onbekende nummer, maar ik hoor aan je stem. Ruben, man! Ja, toch. Hoe is het, man, neef? Gaat goed, man. Met jou? Het gaat goed, man. Ola, het gaat echt goed. Waarom bel jij mee? Ik bel jou omdat ik jou wil vragen om onmiddellijk naar het einde van de pier te komen. En dan sta ik daar op jou te wachten. Ik kom eraan. Oké, tot zo. Ik kan nog nooit met sigaret oproken. Ik kan nooit gewoon nicotine binnenkrijgen. Kan gewoon niet. Altijd weer werken. Ruben. Hey, daar staat hij. Ah. Hey, wat Ruben? Alles goed? Ja, wat met jou, neef? Lekker, gaat goed, man. Ik rook even mijn sigaretje op die ik net aan het opmaken was. Maar ja, toen belde jij mee. Wij willen op eiland wat gaan doen. Ik weet zelf ook niet van heel veel. Maar ik weet wel dat Ghost en Sher ergens voor je klaarstaan om je alles uit te leggen. Ik ben gewoon gevraagd om jou eventjes op te pikken en je er naartoe te brengen. Oké, is goed, man. Ik laat mijn wakkie dan hier. Ja, toch. Mooi geluidje, hè? Ik ben al klaar voor kerst. Merk het, man. Heb je Douglas in je auto? Ja, je kan hem spuiten. Wat breng je mij nou weer naartoe? Ik dacht dat het hier zo ergens was. Wat dit is, wat Londenhuis? Kijk. Hey, wat Ghost! Normaal om zomaar naar binnen te komen. Oh, sorry, man. Shit. Hij is nu al paranoia, man. Ah, let's go. Doe je schoenen uit. Ben je respectloos of zo? Boah, hij doet schoenen uit in de woonkamer. Oh mijn god. Hey, Ghost. Hoe is het, man, neef? Goed, met jou. Jawel. Mag roken juist? Ja, dat mag ze. Het is niet mijn huis, man. Het is Shirzen. Oh, wie is die chick daar aan de muur? Het is mijn overleden. I know, sorry, man. Beste poeder, sorry. Excuses, ik was stank bij kleren, jongen. Van mij? Bro, die kleren heb je al 10 jaar aan of zo. Hey bro, vergeet, onthou één ding. Een lange rit heeft zeker 8 stuks van deze thuis liggen. Dat moet je weten, ja? Die shirt zei dat hij even naar zijn kamer ging voor iets. Maar hij is na 30 minuten nog steeds niet teruggekomen. Kijk, kom, we gaan kijken. Maar wat is hij aan het doen, man? Bro, ik weet niet, man. Hey. Hey bro, nee, wat de fuck ben je aan het doen, man? Wie zijn dit? Kijk, laat maar kop. Wie zijn dit? Je ziet toch dat ik lange rits ben, man, Steenhoef? Dat ik Ruben ben, pannenkoek. Bro. Deze man leeft in een nachtmerrie. Kom, oh, man. Je moet toch een plan gaan uitleggen. Je bent hier gaan slapen. Je zegt tegen mij, je moest iets ophalen van je kamer. Maar waarom de fuck slaap je met een SMG? Oh, je weet toch, stel voor iemand komt binnen, je weet toch? Dan heb ik veel op, dat kan ik eens zeggen. Ja, oké, dat geloof ik wel. Altijd ready zijn, je weet toch? Je bent hier omdat we weer iets nieuws hebben. Er is een beetje gedoe geweest in de groep. Dat hebben we allemaal gefixt. Omdat we willen laten zien dat we willen kijken naar onze groep. Willen we de eiland overnemen als eilandkartel. Dus je wil nu gewoon fully gas naar eiland? Fully gas, zeker bro. Ah, Sava, let's go. Je hebt wel een mooi uitzicht, man. Zie je ze osso niet duur hier zo aan de strand? Bro, deze osso is één van Stashkamer. Hi boys, 2 seconden. Ik ga snel een tas pakken, wacht. In de kast, hoor. Is goed, man, neef. Ik ga dan sowieso denk ik gewoon voor een AK, toch? Een AK meenemen naar eiland. Ik heb niet meer zoveel clips. Yo, hey boys, jullie kunnen even jullie kleren. Ik heb extra kleerpak meegenomen. Heid. Oh, nu voel ik me wel echt gangster, man. Ik zeg ze heel eerlijk. Hey bro, Ruben. Die man heeft zelfs hier een shorty bal. Shit, doe jij yoga aan de ochtend of zo? Je hebt hier een skippy bal liggen. Nee, bro, woont hier niet alleen. Okay. We wonen hier met nog een paar andere mensen. Oh, ik ga je wel één ding zeggen, Ghost. Als kerel zal ik wel een korte broek aandoen, man. Je gaat konzweet krijgen voor helemaal niks. Mag rijden. Moet ik jou vertrouwen? Tuurlijk kun je mij vertrouwen, bro. Kom, stap in. Is goed, man, boys. Jelle. Bro, ik zeg het je heel eerlijk. Ik heb te veel geld verloren met de casino, man. Met Ruben. Voor mij is zijn proef is gehaald, hè? Ja, bro, hij is wel ver gekomen, die man. Maar ik zeg ook, ik zie die man ook in zakelijk. Maar ook, weet je, focus even, want we zijn nu op eiland. En hier, je weet maar nooit. Harde werkers. Peaky Blinders is weg hier, hè?
Ja, ze waren wel een klein beetje, ze zijn wel terug een beetje gekomen, maar... Ze hadden onze kanker toen we even al vaarspullen gingen... Ze zijn nog steeds op oorlog, hè? Er is nog de helft van hun leven. We zijn er, man, boys. Laatste keer dat we hier waren, boys, heb ik die patron vermoord. Let's go. Ja, ik had het al gezegd, man. Anders was je nu aan het stinken en zuur zweten. Heel, alles goed? Goeiedag. Ga jij mij niet saluten? Sorry. Goedemiddag, boys. Goedemiddag, collega's. Daar zijn we weer, hoor. Hij luistert gewoon met z'n handen pushen. Geen granaten. Doeltops komen eraan. Gaan ze stuk voor stuk pakken. Ik wil geen granaten zien. We gaan niet voor die ding wachten. We gaan iedereen pushen. Die komt meteen. Schieten, hey, Pien. Handen, schieten. Dus we gaan voor die loot drops. Ja, man. We gaan voor die loot drops. Nog een eiland overnemen. We zijn niet voor niks hier, toch? En weten jullie al waar die ongeveer neervalt? Ja, iedereen weet de locaties. Oké, is goed, let's go dan. Okay, de teams zijn even kijken. Hè. Doe eens even jullie masker uit, want jullie lijken een beetje op elkaar. Ik zou meteen met de kliks doen. Alan en Rich met Rubbe. En Jaden met Rubke. Ik wil nog één ding meegeven, boys. Wat er ook gebeurt, als iemand gehit wordt, direct naar het ziekenhuis. Klaar, that's it. Kom. Als we iemand zien, gelijk banden schieten, ja? Gewoon rondrijden op heel eiland. En zo meteen als de looterops komen, dan zal ik een markering daarvoor neerzetten. Oké, dan ga ik nu naar één goede plekje, ja? Ja, toch. Hier komt wel niemand, man. Is een goede plek hier, hè? Ja, wat wil je doen dan? Ja, een beetje chillen. We hebben toch nou niks. We moeten nou even afwachten op die looterops. Zodat ik die looterop hoor, kunnen we direct aan die porto aankrijgen van looterop hier. En dan wegwezen. Er gaat wel veel mensen zijn met wapens. Dus we gaan veel moeten schieten. Hey, luister dan. Het enige wat ik jou zeg, Ruben, is als ik word geschoten. Het enige wat ik jou vraag is om mij direct naar het ziekenhuis te brengen, ja? Dat ga ik doen, man. Right. Het wordt weer een beetje donker, hè? Wat een mooie plaats, hè? Daar is iemand met waarschijnlijk een wapen. Hij wordt herkend. Stap in. Zet locatie. Ik en Lange Rich zijn ook onderweg naar helipad. Zijn ze aan het vechten of wat? Hebben ze een fight? Nee, dat niet. Ik zie links daar een auto. Ja, dat is van een... Mag ik eens drijven? Let op, hè. Nee, wij... Ik zie een auto daar rijden. Oh, ik zie iemand daarachter. In de verte. Op een berg. Hij schiet. Wie schiet daar? Oh, hun hebben hem geript. Ja, de kamatje was kapot. Oké, maar... Lekker gedaan, boys. Lekker gedaan. Ik zie het van afstand. Lekker. We hebben een wapentje. Wij zijn in een zwarte kamatje. Wij komen nu op helipad. Wat gaan we nou doen dan? We gaan nu gewoon door. Hey, nog 9 minuten, hè? Ja, dan bewegen naar... Ruben, kom. Ruben, kom. Waar moet ik naartoe, bro? Daar is als het goed de andere loot erop. Ik heb Ruben even snel met de G800 naar een landje, zodat hij Gano kan pakken, ja? Komt hier een loot erop? Ja. Ik heb rotlampje. Oké, kom. Ik ga met jullie mee, kom. Welke bos? Hier? Ik heb rotlampje. Hey, maar waar gaat hij ongeveer landen? Ik ga er wel voor staan. Gewoon op de hele pet landen. Stil, er loopt iemand. Willen jullie dat ik die man neerknal direct of niet? Wacht. Jongen, wacht even bukken. Auto. Ja. Hij rijdt weg. Daar achter. Boejoe! Dat is een pak. Neef, doe rustig aan en ga van die pakketje af daar. Loop weg, anders krijg je nu direct eentje in je headshot. Oké. Wie denk je wel dat je bent dat je zomaar in één keer erin gaat? Weg. Ik hoor een auto, boys. Er zijn er nog meer loot-drops. Ja, maar dat zijn allemaal mensen. Hebben jullie ook een loot-drop gepakt, of niet? Ja. We hebben één loot-drop. I know. Snel. Schiet op. Oké, weg hier, boys. Weg hier. Ga naar die villa. Let op, achteraan is ook een looterop. Mensen kunnen daarvan wegrijden. Als ze langskomen, gaan we gewoon maaien, allemaal. Ja, we moeten de rest wel backen, man. Oh ja, tuurlijk, man, boys. Boys, kom. Wie is diegene met die Gano? Ik zeg heel straight, we moeten de rest wel backen. Dadelijk zitten ze shooten. Ja, daarom, kom. Hey, boys, activeren, man. Kom naar buiten, we gaan de rest helpen. Kalm als er iets aan de hand is, ja. Hey, ik hoor schoten. Wacht. Ik hoor hem, daarachter. Geef, kom, wacht. Rechtdoor. Ah, nou, die auto was gerepareerd eigenlijk. Hier. Dat is niet van ons. Kom, bekken. Yo, boys, bij ons is iemand, man, bij Villa. Dat is hij toch? Bandje. Twee bandjes. Ik heb eentje band. Soldaten, sterk! Wat deed hij daar? Wat deed hij hier? Praat, wie zit? Praat! Bro, als je niet praat, ik knal je nou neer, bro. Praat! Hé, hey, hij heeft klok 17 of zo. Praat! Echt? Hé, hey, leef die pistool neef. Hij doet tijd trekken, boys. Hey, leef die pistool of knal. Ik heb hem al fucking lang gegeven. Oké, soldaat. Wapenlijst, boys. Die man is gepakt. Hé, boys, niet met z'n allen hier staan. Even een beetje verspreiden, boys. Stop je. Let alsjeblieft op, doe rustig aan, bro. Hier zijn mensen. Hé, handje.
Ja, handen, okay, handen, jij neef. Jij bent het ook al gecontroleerd, jongen. Ik heb jou niet gecontroleerd, neef. Handen in de lucht, neef! Hé, hey, wat rustig aan, jongen. Ik zit hier met spanning met mijn gun weer op eiland. Die zegt hier maar rustig aan! Ik kan gedragen, ga je nog tanken. Doet u moeilijk? Portofoon en telefoon, hij geeft alles in één. Hij geeft één bit. Ik ga vanuit. Hé, niet moeilijk doen, hè. Wolle niet moeilijk doen. Wat doe je? Ik druk mogelijk op gebruiken, broer. Bro, geef hem nog één waarschuwing, neef. Als je nog één ding verkeerd doet, hè. Hé, bro, luister dan. Ik heb het allemaal gegeven. Ja, wat moet ik weglopen? Ik ga niet lopen. Wat zei je, neef? Wat zei je, bro? Oppassen met wat je zegt, neef. Wegwezen als ik een wapen op je richt. Hey, sure, is het genoeg zo hier op eiland of wat wil je nou? Kom op een helikopter weer gaan. Hier, bro, dit zijn wij. Alle drie zijn wij hier. Oh. Kijk hier, man, bro. Het hele eiland is al dit, hè? Pak gewoon auto en rij naar daar. Wegwezen, naar rijden. Gang. Niet uitstappen. Wat? Ik ga nou even een sigaretje roken, ja? Ah. Boy, yo, man. Even serieus, man. Ik ga even lekker douchen, boys. Ik zweet, ik stink, ik ruik, ik zie allemaal groene zweet, bro. Die eiland heeft mij vies gedaan, man. Waar is mijn douche? Niet hier. Zo zie je maar dat ik niet vaak in deze appartement kom. Even mezelf omkleden. Ah, yo. Zo. Even een lekkere douche pakken, man. Kom op, man. Kijk, man. Ik moet toch wel even gewoon lekker clean zijn, lekker schoon. Schoenen uit. Oh, ik zie er wel lekker uit, hè. Ik zie er wel echt lekker uit, maar ik ben wel aan het nadenken om een haar in transplantaat naar me zitten. Even gewoon lekker in de douche, man. Kom op, man. Als die douche überhaupt werkt. Oh, wacht, ik heb mijn telefoon nog in mijn zak. Oh, joh, die moet ik niet bij me hebben, voilà, als ik die laat liggen. What the fuck is mijn telefoonoplader? I know. Yo, wat is? Ik wou net douchen. Ik heb een nieuwe opdracht. Ik kom eraan, waar? Er zijn twee boys die een beetje op de naam hebben gepraat. Waarschijnlijk willen ze ook voor Peaky gaan werken. Maar dat is nog niet zeker, dus ze willen eerst met mij praten waarom ze bij ons moeten komen. Maar omdat ze voor Peaky willen werken, is het al fire voor hun, toch? Voor hun twee, dus in Sandy, Hangar, zijn ze nu. Als je hun allebei gewoon die kan laten komen, is het gewoon genoeg. Ik ga dat snel regelen, ja, want ik wil douchen. En ik wil ook graag een foto zien dat je ze dood hebt, je weet toch. Komt goed. Dankjewel, bro. Ciao, neef. Laat me maar weten. Yo. Ik kan ook nooit, gewoon rustig douchen. We zijn dan omkleden, boys. Bam. Bro, als ik niet ga douchen, dan doucht Ruben ook niet, neef. Yo, Ruben, waar ben jij, neef? Ik ben bij Sandy Airport Hangar. Oh, je bent er al? Bro. Ja, ik dacht, ik ga met jou mee ofzo, want ik zit hier nu vast zonder auto. Oké, is goed. Ik kom eraan, neef. Oké, ja, toch? Yo, en ik is de douanecontrole in één keer. Normaal nooit, dus. Ah, nou, €429 voor een flitspaal. €468, wat? Laat me eventjes nog snel hele mijn sigaretten halen, voordat ik hier... Maar nog iemand! Ja? Yo, wat is er? Waar ben je? Ik ben bij sigarettenwinkel. Ik kom zo aan. Waar ben jij? We staan langs de snelweg, man. Kan je me niet misschien ophalen? Ik stuur je even locatie in de WhatsApp. Ik pik je op. Soldaat, ik stuur je locatie. Yo, sowieso eerst voor mijn sigaretten, neef. Oh, dat is hier in de buurt. Stap in, neef. Ah, kijk, zie je? Ja. Ga je gewoon netjes met ze praten. Toch? Niks aan de hand. Yo, boys. Yo. Ik had begrepen dat jullie onze gang willen joinen. Klopt. Ja, man. Waarom dan? Actieve gang, man. Jullie zijn actief, daar houden we van. Actieve gang? Ja. En dan ons niet vertellen dat jullie via Peaky komen, of wat? Wat praat je over? Ik weet dan volgens mij meer dan jullie. Volgens mij hebben wij... Kan je niet ermee praten? Volgens mij hebben wij de laatste gangboss afgeschoten en die heeft gewoon gezegd dat daar bij jullie zat en die willen we ons aansluiten. Ik weet niet waar je het over hebt, hoor. Ik weet anders goed waar je het over hebt. Waar komen jullie dan van? Wij komen gewoon een nieuwe gang joinen. Ja. Ik geloof er niks van. Oké, wat is geen probleem. Wat is jouw naam, neef? Mijn naam is Ahmed Mohsin. Ahmed Mohsin? Ja? Ja, Ahmed Mohsin. En jij? Mijn naam is Jaden, man. Is goed, man. Prettig om kennis te maken, neef. Bro, ik ga niet met deze dingen regulier. Wegwezen. Bro, we wisten al 100% dat die mensen van Peaky waren. Maar ja. Ik heb geen zin in informant in onze gang. Ik ga even sure bellen dat het is gefixt. Ja? En dan ga ik één lekkere natte douche nemen. Sure, het is gefixt. Lekker. Luister dan, bro. Kan ik alsjeblieft even 3 dagen thuis blijven? Gewoon 3 dagen rust. Ik heb niet eens kunnen douchen. Ik heb mijn nicotine tekort. Weet je, voor deze keer krijg ik 3 dagen rust, maar daarna verwacht ik veel power van je. Oké, is goed, man, bro. Ik kom 10 keer harder terug. Als er iets is, ik kom altijd weer. Ik sta gelijk bij. Uit, save. Ciao. Hey Ruben, ik denk dat je weet wat het betekent, toch? Wat betekent wat? Ik kan toch ietsjes later gaan douchen? We gaan naar de casino, of niet? Ja.